I go and give someone my soul, you know. Hey mensen, en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Vandaag zijn we in Walibi Holland met de Walibi Friday Nights op 20 oktober. En ik ben niet alleen, ik ben hier met... Ja. Nou, we lopen nu naar de Lost Gravity. En het is nog aardig rustig. Goliath is wel heel druk. Maar we gaan proberen zoveel mogelijk s'morgens te doen. En ik ga in de clinic. Ik ga dood. Help. Maar over dat gesproken. We gaan nu naar Lost Gravity. En dan gaan we zo meteen zien we wel wat we gaan doen. Tot zo. Dit doen ze speciaal voor de vrijheid, omdat het fucking druk is. Kijk dan hoe rustig. Dit is nooit met Friday Night. Wachttijden om 10:30 bij het Friday Night. Goed zo! It might seem like the asteroid hit us, but the truth is, we hit the asteroid. Nou mensen, als jullie mij hier zien lopen, weten jullie al hoe laat het is. Geen sheriffentijd. Toch? Ja. En ze wordt niet nat. Kijk, wat leuk. Heb je er zin in? Ja hoor. Mooi. Kenno, ik ben aan het vloggen joh. Zeg eens wat leuks. Mijn telefoon gaat echt dood. Ja. En we zitten in de Crazy River, dus ik hou mijn camera even een beetje zo. Want anders ziet de camera uit daar. Wacht maar zo meteen. Ja. Nou, dan gaat Roy de clinic in. Hij gaat toch dood. Niet zo gezien. Vertel, wat was het? Traumatiserend.
Jezus. Zal ik het nog een keer doen? Ja. Ja? Ja. Jezus Christus. Mijn hart. Oké, mensen, ik ben zojuist in de kliniek geweest. En je komt er niet leuker uit. Ik ben een beetje ingekakt. Ik moet er steeds bijkomen. Maar ja, dat moet maar. Ik spreek jullie zo meteen wel weer als ik bijgekomen ben. Nou mensen, we staan midden in Carrotan. Dat is er echt. Oké. Ah, dat is zombie zo. We doen hier niet aan mishandeling. Rot op. Nou mensen, we gaan naar Eddie's area. Maar de mensen, ik zie er niet uit bij deze oren. Of haar. Oeh, kijk, dit is leuk. Nou mensen, dat Fanta horrorhuis. Fanta, ja, reclame. Nou, dat was dus een soort van reclame. Dat was een soort van reclame voor Fanta en de film The Lens. Ook in morgen. In ieder geval voor de film The Lens. En er zit zich een schrik-effect in. Ga je nog naar de Friday Nights? Zeker een aanrader. Koop één blikje Fanta en dan kan je met z'n twee à drie mensen erin. We zien jullie zo, want we gaan nu naar Psycho Shock. En we hebben net Haunted Holidays 2 gedaan. Maar ik heb het vorig jaar al gedaan. Dus ik weet wat het is. En hier zo is Below. Below. Volgend jaar gaan we in Below. Ik loop rondjes, rondjes, loop alleen maar rondjes. Ik loop rondjes, rondjes, loop alleen maar rondjes. Ik loop rondjes, rondjes, loop alleen maar rondjes. Rondjes, rondjes, ik loop alleen maar rondjes. Nou mensen, net Psycho Shock gedaan en nu lopen we weer door Carrotan, want we gaan richting de villa. Or you will be shot on sight.
will find. You will die. Nou, geef het zo'n grote stop. We zijn nu bij de villa en dat betekent filmscènes. En wat betekent dat? Five Nights at Freddy. En ze weten soms niet wat ze moeten doen in de vlog. Ja. En er komt Nomtia. Ja. Haarspelbond. Ja. Nou mensen, we gaan nu Ting zien. Nou, dat was Stinks. Kijken of er nog iemand achter me op kon sluipen. Kijk, let op, er komt er een. Kijk, daar heb je er een. Nou, we gaan nu richting Firepit. Firepit. Tot zo. Mensen, we lopen nu Firepit in. Yeah, Judy. When you say it, I'm here, okay? Catch you later. Hello. Is she your girlfriend or is she your sister with benefits? Hello everyone, welcome to the party. Let me see your dance moves. Yeah. Yeah.
Here's the Oké, mensen, we gaan nu zo'n tunneltje in. We gaan helemaal uitzoomen. Oké. Hou me maar vast. We gaan op safari. Ben vrij vol. Wel goed afvegen, hè? Ik had een lange. Hoe is dit klein, joh? Ik zeg het nog tegen je. Ik ga het voor jezelf. Ik ga het voor. Ja, maar dit is uitstekend. Ja. Yeah.
mensen, we zijn in Jefferson Manor. We zijn helemaal vooraan. Er staat niemand. Iedereen komt achter ons aan. So, let's go. Sorry, you can take part. This is a code red. Please leave this area right now. I repeat, this is a code red. You have to leave this area right now. Ja, dat zijn die bomen. Detection alert. Immediate action required. Stinkt zo'n beetje. Non-essential personnel will depart in 4 minutes. Please leave all your belongings behind and proceed to the evacuation areas. Mensen, we zijn weer in Eddie's area. Even die haren goed doen. Zo. Dan gaan we zo even kijken bij Eddie. Of kijken waar die nu uit gaat. Ja, dan lopen we weg. Ja, sneller weg. Een oude opzwaaischommel. Leuk dat ze dat niet doen. Ladies and gentlemen, it is good to see you all here on this frightful evening. Welcome to the doorstep of decay. Welcome to the realms of wickedness. It is time to play a little game. As you might know, life is a gamble. I want to get this show started, but I need to know if you're all ready. Ladies and gentlemen, if you're ready, I want to see one hand in the air, two hands if you feel it. Now somebody scream! All right, let's get this show rolling. Right here and right now. Bring me fire! In adoration of his name, you will shiver before him with all your words. It is time to summon the beast, the warrior, and team protector of the gates of hell. Ladies and gentlemen, are you ready?
bow, you fools! Ladies and gentlemen, bow for the Lord! Hey, Sukkeltjes! Goedenavond! Hier is hij dan weer, jullie enige eigen ras entertainer en serie moordenaar, Eddie de Clown! Hoe is het dan met jullie minderwaardigheidscomplexjes van mij? Zo, is dat een verdere groot in je vrije jongens? Minderwaardigheidscomplex bedoel ik al, hè? Take me too. Jongens, luister. Er is een vacature vrijgekomen in mijn leger des onheils. We hebben een hele leuke actie online uitgeschreven. Roast Eddie de Clown. Er zijn heel veel filmpjes binnengekomen. En nu zoeken we dus iemand die een beetje aan mij kan levelen, hè? En als het goed is zijn er drie kandidaten uitgenodigd. Die zijn hier. Marijn van Kesteren. We hebben Sariandri. Sandra Den Otter en Geert Bodaert. Geert Bodaert. Ik zie dat. Ja, kom er maar bij, jongens. Ja, haal ze even naar voren, heel goed. Hoe heet jij, meisje? Shurindra? Wat? Shariandra? Wat een kutnaam, zeg. Ik verzin dat, joh. Loop even met mijn collega's mee naar de andere kant. Zie ik jullie zo meteen op het toneel. Ja, tot zo, jongens. Ja! Ta-ra-ta-ta. Dat betekent dat ik eens even lekker mag kletsen met het publiek. Wie zijn er vanavond? Zijn er nog mensen uit Rotterdam? Allemaal daar. Zijn er nog mensen uit Amsterdam? Allemaal daar. In de krokken met z'n allen, jongens. En dan gaat weer meubilair. Dat soort volk is het vanavond. En hier staat iemand met een wagentje, of niet? Ja? Ben jij natuurlijk wel aan het geflikkerd, of niet? Ja. Je ziet het ook een beetje aan die tandjes aan de voorkant. En hier zelfs, waar kom jij vandaan? Uit Lelystad! Heb je een abonnementje? Ze weten niet wat een abonnementje is. Dat je elke dag mag komen. Dan betaal je eentje. Wat zeg jij? Jouw moeder werkt hier. Kom even gooi. Wat doet je moeder dan? Vlees schrobben of niet? Ja, dat mag ik al. Jongens, hè? Dat moet u werken. Ach, kijk nou, een jongetje met een bril. Hallo! Ik heb het over jou, hoor. Hoe heet jij? Hoe? Thijs? Wat een kutnaam, zeg. My lords, our three contestants are ready. If I may introduce. Yeah, I am. Ladies and gentlemen, can you please give another mic some noise for Geriatra? Geriatra! And our second guest of the night, please get ready for Marat! Hey! And last but not least, please make some noise for Kat! Jij zegt Geert, maar Geert. Geert, Geert, maakt niet uit. Dus, en we beginnen met Shariandra, want Eddie de Clown is wel een clown. Maar hij blijft ook in hier, dus dames, ga voor. Ze had online een hele grote bek, Shariandra, dus ik ben heel benieuwd waar ze mee komt. Ja, ja, die staat aan. Ja, hè? Als je reuma toelaat, mag je beginnen, hè? Want God heeft aantekeningen gemaakt. Eddie Stomtarts is de enige die wel met vervroegd pensioen is gegaan. Niks hoor ik. Helemaal niks. Ga je nou over mijn uiterlijk beginnen? Terwijl, hallo, je hebt zoveel stuukwerk op je bek, je moet elke dag een aannemer bellen, of niet? Oh, hé. En die wenkbrauw, hebben die zelf getekend? Want ik heb een nichtje van 4, die kan dat ook heel goed en die heeft geen handen. Hé, Eddie, hoe kom je aan het haar en die rode neus? Ben je soms de menstruatiekalender van je vriendin vergeten? Zo. Luister, pop, je weet waarvoor je gekomen bent, toch? Ja? Dit was een roast. Ik heb een heel leuk filmpje opgestuurd. Dit is kut! Nog een keer! Eddie doet zo erg zijn best om zijn haar overeind te houden, dat het gelijk het enige is wat hij omhoog houdt. Over omhoog houden gesproken. Ik ben blij dat ze siliconen hebben uitgevonden voor je, anders dan struikel je elke dag over die flappen van je. Eddie, je stinkt zo erg uit je mond. Ik zou eens ophouden met nagelbijten tegelijkertijd aan je reet krabben. Oh, pop, als jij de volgende keer op je werk weer eens een vlees zit te schrobben met chloor, kan je maar beter even een knotje in je haar doen. Het is niet blond meer, het is dood. Hey, en het enige kleurtje wat ze nog in de leven meekrijgt, deze Shariandra, is wat ze volgens mij van de playborstel afkrabt. Ah, wie van ons lijkt er nou op een playborstel, Eddie? Ga jij mij vergelijken met een playborstel? Wat een sarcasme, wat ironisch. Er zit namelijk zoveel plastic in jouw lijf. Als jij doodgaat, word je niet begraven, maar gerecycled! Oh. Kan het ook beter kunnen weten natuurlijk iemand die zijn voornaam om zijn nek heeft gehaald als een heugdsteuntje. Die hoort niet bij mijn leger van Fries. Nee, er zitten nog meer hersenen in een frikandel. Trommelstokjes, nemen jullie Shariandra's in voor me mee. Het heet natuurlijk een roast, dus dan ga
us lose. I want to see us suffer. Yeah. Let's roast. Come on, let's do this together. Come on. Roast, 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 roast. Ja, dan gaan we. Clapping in. Even wachten. Er komt drank uit, joh. Kom eens aan de kant, even snel. Hebben we hem getest, of niet? No, we didn't, my lord. Komt allemaal goed, niks aan de hand. Shariandra? Shariandra? Yes, ladies and gentlemen, are you ready for our next contestant? Please make some noise for Marijn! Ja, Marijn! Nou, schiet ervan! Jongen, jongens en lijken die gaan nog sneller dan jij, man. Eens even kijken wat Marijn te vertellen heeft. Nou, niet al te veel zo te zien. Tjonge jonge man! Ik kan door die bolle ogen van jou heen zo de achterkant van je hartstikke zien, zo leeg als het daar binnen. Het lijkt wel een mensenbolle. Kijk maar uit dat je niet opstijgt zo meteen. Eddie, het enige dat jij heet krijgt is een IKEA mag ik komen. Ja, en Shariandra. Maar daar hebben we het verder niet over. Hé, hey, weet je wat verdachter dadelijk aanbreekt als de meisjes naar je omkijken? Weet je wat dat... De dag wat blikken kunnen doden. Hé, hey, trouwens, ben jij al overleden of niet? Een beetje mager, een beetje blik. Oeh, daar hangt een hele rare lucht hier. Huh? Kan je alles hebben, hè, Marijn? Eddie, jij hebt in de keuken niks te zoeken. Alles breekt spontaan door jouw lucht. Is dat je comeback? Hè? Is dat het beste grapje wat je kon bedenken? Ben je naar moppen.nl gegaan om iets op te zoeken? Harry Potter? Nou, is dat het? Laatste kans! Eddie, jij bent... Hey, jij ziet eruit alsof er een bus over je gezicht is gereden. Tjonge, jongen zeg. Nou, je hebt toch nog iets gezien met die holle gaten van je. Weet je wat het is, dames en heren? Mijn leven zit natuurlijk vol met actie elke dag. En de enige actie die jij ziet, is als rechterhand. Dit schiet niet op, neem hem maar mee. Ja, niets meer aan doen. Jawel. Ik heb nog een gedeelte, jongens. Hebben jullie dat zien? Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Practice loser! I wanna see him suffer! Oh. En die hebben we ook weer. Nou, ik heb hier nog iets staan. Jazeker wel. Allee op. Kennen jullie nog van vroeger de Super Soaker? Nou, dit is de Super Soaker 2018. Semi-automatisch, deze machine geduurd en het op de gas uit. Dus ik zou zeggen, hey Marijn, sukkeltje, tot de volgende keer, maf Kees. Ja! Het kan heel raar lopen. Oh. We gaan door naar kandidaat nummer 3. Yes, our last contestant of the night. Ladies and gentlemen, please make some noise for God. Geert. Geert. Dat is super irritant. Nou, maakt het niet uit. Hallo, Wadimir, laat je horen. Als je de rest van je lichaam nou zoveel zou bewegen als je mond, zou je buik een stuk minder op een gezwel lijken. Oh, we hebben een schaap met dit. Ik hou ervan. En jij bent 12? Op een schaal van 1 tot 10, absoluut. Gast, weet je, er is één ding wat jou heel mooi zou staan. Een worst voor je kop. Wij kunnen Halloween ons masker afdoen, Eddie. Jij moet de rest van het jaar met die rotskop rondlopen. Lelijk, maar niet eng. Ik heb baby's gezien die enger zijn dan hij. Leuk dat je over baby's begint. Daar heb ik het gisteren nog de hele avond over gehad. Met je moeder. Gisteren met jouw moeder hele andere dingen gedaan, hè? Trouwens, bij welk standje worden de lelijkste baby's gemaakt, Eddie? Nou? Vraag dan maar aan je ouders. Hey Eddie, leven met obesitas. Zwaar, hè? Gast, je staat nou keihard te falen. Net als jouw vaders condoom zo te zien. Zo. Eerst verliest hij zijn waardigheid, nu blijkbaar ook nog zijn woorden. Dames en heren, this clown is going down! Oké. Ik zoek natuurlijk iemand voor mijn leger des onheils. Maar weet je wat, Geert Bordaert? Ik heb hem gevonden. Jij bent de winnaar van de Roast Eddie Account 2018! Ja, ik ben de winnaar! Ja, en er hoort een hele mooie beker bij. Zo. Ja, wil je nog iemand bedanken? Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Ik zou zeggen, ga ze naar binnen staan, pak je moment, de winnaar van 2018.
fysiek nog niet helemaal bij mijn leven, Patrice. Hou jij van makeover? Ja, dat vind ik wel. Ken je een Lego? Lego. Nou, weet je wat? Mag je even mee? Ja. Komt goed, geëerd, dit gedaan. Ja, tuurlijk. Ja, joh, de kleinigheid. Lord of darkness, prince of wickedness. Yes, my lord. Ja? Can I have the word? Ja, natuurlijk. Ladies and gentlemen. Dames en heren. Are you ready? Zijn jullie er klaar? To see it transform. All of them be drunk from here. That's it, is it? 3, 2, 1, hey. Let's go. Down you go. Oh, jee, dat is een geval dat je deze week bent, jongens. Dit gaat me dat lijkt wel een kaartje, man. Worden die wangen er zo snel afgevallen? Oké. Haal het er eens uit, jongens. Nog veel meer cirkeltjes nodig voor mijn grote leger. Dus geef je vooral even op via Ellie de Clown Official op Instagram. Ga ik nu even op mijn witte troon zitten, jongens. Ja, even een punt drukken, even een chocoladeletter leggen, even een zak tuin naar de hoop trekken. Niemand? Oké. Okay. Nou, kijk nog even naar het grote scherm zo meteen, Ellie TV. En doe vooral geen dingen die ik ook niet zou doen, zoals je moeder. Hallo Simmeltjes, welkom bij Ellie TV. Ja, je denkt misschien de show is afgelopen, dat klopt ook wel. Maar we zijn ondertussen gewoon ook even in de oude doos geduikeld. En we hebben nou wat leuke filmpjes gevonden van door de jaren heen. Ellie de Clown, lachen, gieren, brullen. En af en toe het geks tussendoor, gewoon omdat kan. Groetjes van Ellie, doei! Zo, Demoontje, vertel me alles over je aandeel aan de Halloween Fright Night. Blijven jullie? En je zus, is ze al bevallen? Operatie van je moeder nog geslaagd? Jullie zien natuurlijk al mensen van Initial. Dit wordt helemaal niks. Maar als jullie nou eens komen tijdens de Halloween Fright Nights hier in Walibi, Holland, dan wordt het vast een stuk leuker. Dus ik zeg, tot oktober! Ja, en voor je het weet, is het nog maar 50 dagen tot de Halloween Fright Night. Milana. Wauw, Cinemates, wat een klap. En wat een mooie sprong ook. Jij krijgt van mij een 10. Zijn jullie er nou nog? Ja, ik kan ook geen genoeg krijgen van al deze leuke oude klassiekers. Hier komt er nog eentje. Doei! Aanwakken maken. Ja, kom. Voorzichtig, hè. Hey. Hey, Eetje. Hey, jongen. Hey. Word even wakker. Kom, jongen. Sinterklaas is geweest. De doos. Hé, hey, niet te dicht bij je loodij, want je doet gewoon je moeder van de trap. Kom op, Eetje, dit is een feestdag, hè.
Maar dat is toch wat je wilde. Jij wilde toch bij ons horen. Jij wilde moeder zijn. Het is te laat. Laat het toe. Laat het toe. Welkom bij het kwaad. En gebruik het om deze mislukkelingen weg te ruimen. Nou mensen, zoals jullie kunnen zien, dat was Walibi Fright Nights 2018 voor mij en voor Isanne. Even op de knop drukken. En we gaan nu richting de halen brengen ding, want mijn moeder komt ons ophalen. En als ik stotter, dan komt het omdat het koud is. En ik heb net Scott nog even gesproken en ik zei dat ik misschien volgende week weer er ben. En nu is het koud.